Paragraaf 3.2 van Geschiedenis Werkplaats voor de HAVO gaat over confrontatie en coexistentie in de periode 1955-1963. Oftewel, waarder liet de Koude Oorlog op kritieke momenten niet uit op een directe militaire confrontatie tussen beide grootmachten. Nou, daarvoor gaan we eerst even naar de voorgeschiedenis kijken. En die speelt zich eigenlijk vooral af in China en in Korea en in Vietnam. Want in 1949 wordt China communistisch en was er een dreiging, zoals rechtsboven te zien is, dat China de rest van Azië mee zou nemen. En die angst bleek gegrond voor die Amerikanen. Want in 1950 valt het communistische Noord-Korea het door de Amerikanen gesteunde Zuid-Korea binnen en breekt de Koreaoorlog uit. En tot slot in 1954 verliezen de Fransen de slag bij Dien Bien Phu van de communisten onder leiding van Ho Chi Minh. En dus ontstond er volgens president Eisenhower een nieuwe realiteit in Azië. Namelijk, al die landen, China, Korea, Vietnam, die waren communistisch geworden. Althans het noorden van Vietnam. En de rest van Azië zal als een rij dominostenen ook omvallen voor het communisme. Met als grootste verlies Japan en Australië. En dat moest koste wat het kost voorkomen worden. Nou, die spanningen worden meegenomen naar Europa. Want in 1955 wordt de Bondesrepubliek Duitsland, oftewel West-Duitsland, lid van de NAVO. En dat betekende twee dingen. Aan de ene kant betekende dat West-Duitsland zich mocht herbewapenen, maar als een soort veiligheidsmarge, ook als garantie naar de Britten en de Fransen waarschijnlijk, bleven die West-Duitse troepen, bleven onder het gezag van de NAVO. Er kwam dus geen aparte Duitse legerleiding die zelfstandig besluiten mocht nemen. Als reactie daarop richtte Nikita Khrushchev het Warschau-pact op. Oftewel een militair bondgenootschap van Oost-Europese landen onder leiding van de Sovjet-Unie. Want Nikita Khrushchev was de op 5 maart 1953 overleden Stalin opgevolgd. En Khrushchev die zocht toenadering tot het Westen. In februari hield hij een toespraak voor de communistische leiding van de Sovjet-Unie. En daarin zei hij eigenlijk twee verschillende dingen. Hij wilde namelijk betere betrekkingen met alle landen buiten het socialisme om. Oftewel, betere betrekkingen met de Verenigde Staten. En hij hield zijn belangrijke destalinisatiereden. Hij maakte een einde aan de persoonsverheerlijking van Stalin. Overal waar standbeelden van Stalin stonden, werden die omgehaald. Maar ook plaatsnaambordjes met Stalin, met verwijzing naar Stalin daarin. Bijvoorbeeld Stalingrad werden hernoemd. En complete pleinen met de verwijzing naar Stalin erin werden hernoemd. Maar hij deed meer. Hij liet bepaalde politieke gevangenen vrij en hij gaf die bevolking meer vrijheden. En dat leidde in verschillende Oost-Europese landen, in Polen en in Hongarije, tot opstanden. In juni 1956 gaan Poolse arbeiders in de stad Poznan demonstreren voor betere omstandigheden. Nou, die opstand wordt keihard neergeslagen door het Poolse leger. De opstand die in Polen hardhandig was neergeslagen door het Poolse leger slaat over naar Hongarije. In Boedapest gaan studenten de straat op en zij eisen dat die Russen vertrekken uit Hongarije. Ze willen democratie en vooral willen zij Imre Nagy terug als premier. Want Imre Nagy was tussen 1953 en 1955 ook premier van Hongarije en hij was ontzettend populair onder de Hongaarse bevolking. Hij zorgde ervoor dat de koopkracht van de Hongaarse bevolking steeg door de prijzen van producten te laten dalen. Tegelijkertijd liet hij politieke gevangenen vrij en doekte hij bepaalde staatsboerderijen op. Daarbij bepaalde hij ook nog eens een keer dat de verplichte staatsleveringen minder mochten worden. Oftewel, mensen mochten een beetje voor zichzelf gaan produceren. En op 24 oktober 1956 leidt dat allemaal tot de bestorming van het parlement. De zittende regering treedt af en Nagy wordt president van Hongarije. En hij maakt zijn beloftes waar. Hij haalt Hongarije uit het Warschau-pact, belooft vrije verkiezingen en eist dat die Russische troepen zich terugtrekken uit Hongarije, wat ook gebeurt. En daarop werd verschillend gereageerd. Voor Nikita Khrushchev was het niet ingrijpen in Hongarije onbestaand. Hij was als de dood dat die opstanden over zouden slaan naar de rest van Oost-Europa. Dus hij draagt het Rode Leger op om een einde te maken aan die Hongaarse opstand op 4 november 1956. Nagy
vlucht daarbij naar de Joegoslavische ambassade, maar wordt daar even later gearresteerd en uiteindelijk in 1958 geëxecuteerd. Het Westen doet niks. President Eisenhower was namelijk als de dood voor een derde wereldoorlog en hij wilde geen derde wereldoorlog laten ontstaan omwille van Hongarije. Aan de andere kant vielen Israël, Groot-Brittannië en Frankrijk Egypte binnen. Egypte die belemmerde de doorvoer door het Suezkanaal en het Suezkanaal was essentieel voor de Europese economie, want daar ging het grootste gedeelte van de olie, van de Europese olie naartoe, doorheen. En die Britten en Fransen die redeneerden van ja, wij kunnen Rusland wel hier gaan bekritiseren omdat zij Hongarije binnenvallen, maar wij doen hetzelfde in Egypte. En dat zou nergens op slaan. En in Amsterdam wordt Felix Meritis bestormd. Felix Meritis, daar waar de Communistische Partij Nederland zijn hoofdkwartier had, partijkantoor had. Duizenden mensen bestormen dat gebouw, willen daar naar binnen dringen om daar de partijkrant ten einde te brengen en gewoon hun woede kwijt te kunnen. En de leider van die communistische partij die belt naar de Amsterdamse burgemeester Dailly met de vraag, kom ons alsjeblieft beschermen. Er staan hier woedende mensen op de stoep en wij willen gewoon veilig in en buiten het gebouw kunnen zijn. Waarop de Amsterdamse burgemeester zegt, het is volkswoede en die volkswoede moet zijn beloop kunnen. Na die Hongaarse opstand en het niet ingrijpen van het Westen neemt die spanning opnieuw toe tussen Oost en West. Dat had te maken met een gebeurtenis in 1957, namelijk de Sputnik wordt gelanceerd. En dat leidde tot een space race waarbij de Amerikanen en de Russen hun best deden om als eerste land een man op de maan te krijgen. Tegelijkertijd werd de nieuwe president Kennedy in 1961 geconfronteerd met drie pijnlijke dossiers. Cuba, Berlijn en Vietnam. En in al deze drie de dossiers werd hij getest door zijn Russische tegenstander Nikita Khrushchev. Want Cuba was in 1959 communistisch geworden onder leiding van Castro. En een communist op een paar half uurtje vliegen van de Amerikaanse kust, dat kon Kennedy nooit accepteren. Dus hij draagt de CIA op om Castro daar weg te jagen. Vanuit de Varkensbaai, in het zuiden van Cuba, zouden opstandelingen, door de CIA getraind, Cubaanse opstandelingen, zouden daar proberen Castro weg te jagen. Dat mislukt. En reactie daarop zegt Khrushchev, ik moet Castro beschermen. En mede op basis daarvan, maar ook omdat de Amerikanen raketten hadden geplaatst in Turkije en Italië, plaatst Khrushchev raketten op Cuba. De Amerikaanse legerleiding en de president komen bijeen en zij zien zich geconfronteerd met deze situatie en vragen zich af, wat moeten wij doen? We kunnen twee dingen doen. Of we houden een invasie op Cuba, we sturen het leger erop af en zullen Castro daar wegjagen, met alle mogelijke gevolgen van dien. Of er wordt besloten tot een quarantaine, oftewel het isoleren van Cuba van de rest van de wereld. En dat wordt gedaan. De schepen, de Russische schepen met daarop die raketten die op Cuba geplaatst zouden worden, waren onderweg, waren dicht bij de Cubaanse kust en botsen daar op die Amerikaanse quarantaine. Oftewel Amerikaanse marineschepen die een aantal zeemijlen uit de kust van Cuba in internationale wateren Russische schepen tegen zouden houden. En de vraag was welk land als eerste toe zou geven. Zou Rusland de schepen terugsturen of zou Amerika die schepen doorlaten? En uiteindelijk koos Khrushchev eieren voor zijn geld en hij liet zijn schepen, voorwaarde dat die Amerikanen hun raketten in Italië en Turkije ook weg zouden halen, liet hij terugtrekken naar de Sovjet-Unie. Nou, deze spanning, waarin de wereld eigenlijk 13 dagen lang haar adem inhield, leidde ertoe dat er een periode van ontspanning moest volgen. En een manier waarop dat werd vormgegeven was door een hotline, een directe verbinding tussen Moskou en Washington aan te leggen. Het dossier waarin Kennedy werd getest was Berlijn. Want Berlijn werd geconfronteerd met een leegloop. Tussen 1949 en 1961 werd Oost-Europa trok leeg. 2,6 miljoen mensen vluchtten uit Oost-Europa op weg naar een veiliger, beter bestaan in het Westen. En dat had niet alleen personele schade, brain drain, minder hoogopgeleid personeel, maar ook economische schade. Mensen die in West-Berlijn werkten en in Oost-Berlijn heel goedkoop woonden. Maar ook mensen die gewoon veel minder uitgaven in Oost-Berlijn, mensen die gewoon niet meer leefden in Oost-Berlijn, ongetwijfeld
grote economische schade. En om dat te voorkomen besloten de Oost-Duitse leider en Khrushchev die besloten om een muur te bouwen. En Walter Ulbricht en Nikita Khrushchev geven de opdracht om in de nacht van 12 op 13 augustus die muur te bouwen. En gedurende een aantal maanden wordt er dus dwars door Berlijn een muur gebouwd. En dat leidde tot teleurstelling bij die West-Berlijners. Want had Kennedy en de voorgaande Amerikaanse presidenten niet gezegd dat zij altijd zouden beschermen mensen die werden onderworpen. En dat gebeurt niet. En tijdens een staatsbezoek van president Kennedy in 1963 aan Berlijn doet Kennedy de volgende toespraak. Thank you. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.